Welkom bij Kunst op de Kaart. Clara gids je deze zomer langs hedendaagse kunst en architectuur. Per provincie tekenen we een route voor je uit, die aardig is voor de kuiten en waar je je ogen de kost kan geven. Kwestie van ook artistiek even de pedalen te verliezen. Per route zoomen we in op één kunstwerk. En we hebben afspraken met kunstenaars Thomas Leroy, Els van den Meers, Kathleen Vink, Maarten van den Einde en met het duo Gijs van Varenberg. Dag Thomas, we staan hier bij jouw toren, jouw tower. Hoe hoog is hij precies? 22 meter. En hoeveel kopjes zitten daar? 49. Zit dat van jou ertussen? Nee, jammer genoeg niet. Burgemeester Lippes? Ook niet. Oké, wie dan wel? Dat zijn allemaal bustes die ik gescand heb in Musea in Europa. Ook mensen, kennissen, vrienden. En mijn idee is komen om al die hoofden gelijk te maken. Dus ik heb al die gezichten in feite vertrokken naar een soort middelpunt. Dus allemaal verschillende mensen die gelijk worden. Daar komt het op neer. En waarom was die uniformiteit van al die verschillende gezichten uit allerlei eeuwen met allerlei meningen, waarom was die voor jou zo belangrijk? Omdat ik een schoonheid vind in het idee dat je een soort collegiaal denken krijgt. Een soort basis van het denken, een soort middelmatigheid misschien kan je ook stellen. Die bijna in onze maatschappij of in ons zijn, in ons denken, ook altijd de middenmoot is zo, die de verschuiving maakt. Dus de bouwsteen, de samenhorigheid. Het is een heel hoog ding. Het is een beetje jouw oneindige zuil, zoals die ook van Constantin Brancusi, moet ik eigenlijk zeggen. We schrijven ja. Brancusi. Was dat een inspiratiebron of heb je nog elders gekeken naar dit soort zaken? Want het is een beetje bluffpoker van de kunstenaar versus de natuur, hè, Thomas? Ja, het is zo. Ik zocht een antwoord op het landschap, dat je de zee hebt, de oneindigheid van de zee. Je hebt ook het idee bij mij van de wereld kan vallen of zo. Die oneindigheid die horizontaal is, wou ook een antwoord bieden verticaal. Ook een soort baken tussen het zwin dat je hier hebt, een stukje onbebouwd gebied en de zware blokken, beton. Een soort baken die een soort wisselwerking heeft tussen al die plekken, kun je stellen, en die een soort middelpunt wordt. Dat vind ik ook net de bedoeling van kunst in de openbare ruimte, dat dat iets aanduidt, dat het een soort gemeenschapplek wordt ook en dat de omgeving een andere dynamiek krijgt. En ik hoop dat ik daar geslaagd ben. Het ziet er van ver natuurlijk uit als een abstract ding, maar als je dichtbij gaat, dan herken je ook al die kopjes. Dat is natuurlijk ook die dubbelheid waarmee je speelt, hè? Als beeldhouwer. Jazeker. Je hebt zo'n een soort heel monumentaal werk die opgebouwd is door gewoon een soort zwarte lijn in het landschap. En je hebt ook de wisselwerking van de abstractie van het beeld, de figurativiteit van het beeld. Maar ook heb je het idee dat je een beeld kan herkennen wanneer het dichter komt, omdat je ook, ik heb gespeeld met de zon ook, omdat je, we zijn aan de Noordzee, je ziet in feite gewoon een soort zwarte lijn en wanneer je dichter komt, ontdek je iets. En dit spel vind ik heel belangrijk. Zeker op dit uur. Ja, nu is het makkelijker herkenbaar omdat de zon aan het draaien is van achter de horizon en die gaat straks vallen in de zee. 13 ton in totaal, Thomas. Wat een productie. Ja, het is een ongelooflijk werk geweest. Vooral omdat je het werk hebt, het artistiek onderdeel, maar je hebt dan ook de uitdaging om het beeld op te trekken. Je hebt ook heel de technische kant, die een ongelooflijk zwaar huzarenstukje was om alles te passen. Omdat je moet beseffen dat het beeld de mogelijkheid heeft om 1,5 meter van de bovenkant te bewegen door de beaufort, door de wind. Maar ook het onderste hoofd moet ook alles dragen. Om de 2 meter zijn eigenlijk alle hoofden los. Dat zijn allemaal afzonderlijke stukken die over een soort centrale paal geschoven worden en die gemonteerd zijn op de paal, waardoor dat in feite het ding kan dansen. Thomas, je kan hier niet 2 maanden kamperen bij je eigen werk. Als je hier aan de kust bent, waar zou je dan zelf nog naartoe fietsen? Wat ga je bezoeken? Oh, ik zou naar Oostende fietsen, omdat daar een fantastisch museum is, het museum. En ik nodig u uit om samen misschien daarna een kroket te eten, een garnaalkroket. Leuk idee. We zijn weg. We zijn weg. We doen dat. We zijn echt weg.